En Volker dan? Dat... Die zit terug hoor. Ah ja, daar. Nee, nu volgt die golf voor ons. Oh nee. Maar we hebben de video gestart. Dus mensen... Ja, ja, we zijn al gestart. Mensen, heel leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit ben ik. En wie ben jij? Mijn naam is GTA 5 LSP Faramore 2. Ergens gaat hier iets mis, maar wat, dat weten we niet. Maar in ieder geval, leuk dat jullie kijken. En wij gaan vandaag in een onopvallende Passat. En we hebben gewoon een zieke outfit aan tot we echt onopvallend zijn. Want kijk eens hier wat ik aan heb, joh. Die muts, die maakt het hem. En kijk wat jij aan hebt, joh. Bam. Kijk, dat oortje bij jou, dat zie je gewoon zitten. Dat denk iedereen, dat is gewoon popo. De rest zie je niet aan je tot je politie bent. Wat nee. We wel even kunnen doen, is eigenlijk omkleden. Omkleden? Ja, maar ik heb... onopvallend iets. Want ja, maar ik heb helemaal geen onopvallende kleding. Jongen, dat moet je toch regelen als je... Ja, dan kreeg. Maak jij dat toch even. Oké. Denk ik. Of heb ik wel onopvallend? Ik denk het niet. Politie, politie coherent. Ik kan wel AT aandoen. Oh, wat dit? Nee, dat is niet. Dit misschien? Nee, ja. Is dit onopvallend? Kan omvallen, maar dat is... Nee, nee, die porter zit me te irriteren. Weet je, die boefjes die zien ons toch wel. Ja, maar dat is weer te onopvallend. Pak die bus, die heeft iets gedaan sowieso. Nee. Ik ga gewoon lekker... Nou, dit of doen we gewoon normaal? We gaan gewoon opvallend, ja. Maar wat mensen zich nu allemaal afvragen, is dit een wegmisbruikersauto? Het antwoord is nee. Want we zijn geen team verkeer, of wel? Kijk, die T5 daar heeft ons alweer gespot. Die denkt, dat zijn twee boefjes. Kut, komt ie. Nee, het is eigenlijk dezelfde... hoe zeg je dat? Opbouw van de video is eigenlijk hetzelfde als normaal. Wat jullie inmiddels wel gewend zijn van de noodhulpdienst. We doen nu een introductie. We hebben één bijzonder ding te melden. Is dat wij in het bovengebied zitten. En dat was geloof ik bij de West Eclipse Boulevard of zo. Ja, een beetje de Fijnwood Hills. Ja, daar. Daar hebben wij een soort, hoe heet dat gebeuren? Horecadienst. Horecadienst, maar het is zonsopgang. Dus ja, we zullen zomaar eens kijken. Nee, In ieder geval, vandaag is er ook een livestream gaande bij de brandweer. Dus die hebben jullie wellicht al voorbij zien komen. Want die komt natuurlijk, ja, die is live en dit is niet live. Nou, dat is leuk als Jesse ook weg wordt gemoved. Dus ja, we gaan hem meemaken. Dus we gaan een beetje moeten surveilleren, hè, verplicht. Dat heeft de OVD ons opgedragen om in ieder geval bij de horecadienst even aanwezig te zijn. We zijn het natuurlijk enigszins onopvallend. Moet je dan een geel hest aan? Dat ga ik wel doen, maar valt het er nog meer op in deze onopvallende auto? Eigenlijk wel. Dus misschien ga ik het niet doen. Ik bespreek het zo even met mijn collega hier. En hopelijk krijgen we nog wat leuke noodhulpmeldingen. Daar zijn we. Daar zijn we weer, ja. Moeten wij ook nog een geel vest aan omdat we horecadienst hebben? Maar dan vallen we nog. Eigenlijk wel, maar dan vallen we nog opvallend, dus. Ja, ik stap gewoon niet uit. Meer de steegjes in gaan om daar even te kleuren. Ik stap gewoon niet uit. Kom, gassen, want ik heb een melding. Of ik heb zin in een melding. Oké. Heb je zin in? Geef me een minuut. Een minuut. Nou, mensen, ik zie jullie zo als we iets spotten of als we een melding krijgen. Ga jij mij eens vertellen waar we nu zijn? Dat kun jij heel goed. Ja, klopt. Nou, we zijn nu een beetje in het gebied waar alle... ja, hoe wij het gewoon noemen, elkaar gelegenheden zijn. Ja. Dus dat betekent dat hier de kroegen zitten, de, ja, wat allemaal barretjes, restaurants en dat soort dergelijke. Gaan we zien als we hier ook de hoek om gaan. En dat is natuurlijk voor ons vooral op een vrijdag een beetje de hotspot om uit te kijken. Wat je verwacht krijgt is heel veel dronken mensen die voor overlast veroorzaken. En wat voor zakkenrollers dus een heel goed punt is, weet je wel. Die kunnen heel makkelijk dronken mensen meenemen. Dat vinden wij heel leuk. Dat vinden wij spannend. Dronken mensen neerknuppelen, dat is leuk. Dat, wow. Daarachter staat een motoragent. Ja, en Mannen... die, ja, je zult zien dat je ook meer opvallende eenheden rond te surveilleren. De motoragent heeft wel iets. Hij zo? Ga even kijken wat die heeft. Ja. Was dat de links aan het fietsen? De boa. Oh, die boa. Kijk hier even. Taxi's gaan aanspreken en zo. Er zit niemand in die taxi.
Sirichane, Meltdown, wat is dat dan? Het grappige is, die motor denkt nu waarschijnlijk ook dat die... Stond dan nog... Oh nee. Kom hier als fout parkeren. Dan denkt die motor dat we... En nog een boa. Ja, hey, ik maar... ga hier ook veel zien. Even serieus, ik vind het een beetje raar... Dat we met dit weer... Gewoon motoragent hier rond hebben rijden. Jij bent teamleider politie, toch? Mm-hmm. Waarom verbieden jullie dit niet? Want dit is geen weer om met je motor rond te rijden. Nee, zeker niet. Maar jij staat in de... jij hebt de macht om te zeggen, jongens, met de winter, met de sneeuw gaan we niet als motor. Net zoals met de fiets. Heb ik wel eens aangekaart. Alleen iemand die hoger was dan mij, die heeft mij gezegd dat je dat niet kan... Dan ik. Huh? Dan ik. nee, ja, duidelijk. Zitten we hier bij Nederland? Wie? Ah, oh, Wim. Nee, ja, bij deze wel. Vet. Nee, goed, dus dit is een beetje uitgestorven boel hier. Maar er is meer. Toch? De vraag nog één komt uit de zelf. Deze meer, zeg maar af. Nee, u bent ook inzetbaar voor 0-0. Positief. Nou, dan mag u te plaats gaan op postcode 335. Hier is een verdachte situatie van een mogelijke inbraak. Een persoon gedraagt zich vreemd bij de deur van de buren. Linksaf. Locatie is in Genesian Court. Even kijken. Elementen van de verdachte zijn een zwarte bivak, muts op, grijze hoodie aan, een blauwe spijkerbroek en een koffer in zijn hand. De man zal ongeveer 1,80 zijn. Even graag bril 1 zonder toestemming te plaats gaan en even graag op tijd blauw uit. Ja, gaan we doen even aan rijden. Ja, okay, dat... dus postcode 335. Uit. Ik heb hem erin staan, het betreft die met die bruggetjes en zo. Dat is moeilijk zoeken. Oh. Dat is wel net. Ja. Even karren. Op het kruispunt, tweede kruispunt gaan we rechtsaf. Niet vliegen hoor. Let op. Een overzichtelijk kruispunt. Rechts is vrij, vrij, vrij. Ja, komt u maar. Eerst gewoon naar rechts. Hier? Ja, hier rechts, let op auto. Links vrij. Yes, en dan gooit hij ons twee kanten op. Maar als ik het adres van de agent of van de OC precies hoorde, kunnen we beter volgende kruispunt linksaf. Linksaf rechts is vrij. Hier links. Je gaat niet naar links. Dan gaan we hier links. Ja, dat was hier toch, pannenkoek. Links, ik zou blauw uitdoen. En dan gaan we rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Groen licht, rechts vrij. Kijk eens, we hebben nu een melding inbraak heterdaad, of in ieder geval verdachte situatie. Rechtdoor. Kruispunt is rechts vrij. Was er een voertuig bekend of iets? Nee, voor mij, ja, wacht, ik ga even kijken. Hier rechtsaf. Geworden. Rechtsaf en dan te plaatsen. Rechtdoor. Kijk even linker voertuig. Nee, die is weg. Dan zouden we hier eens moeten kijken. Stop hier even. Daar is een mevrouw, geen bivakmuts met een hond. Links, ja, dit is al een straat die is doorgegeven namelijk. Ga je eentje door? Ja, postcode staat eentje verder dan links. Ja, precies. Links. Ga eens iets verder, iets verder. Wacht, ga eens rechts. Ga eens rechts. Er staat wel iemand. Achterdoor. Oh nee, dat is gewoon een mevrouw met een hond. Was er iets van een nummer bekend? Huisnummer? Verdachte, zwarte bivakmuts op, grijze hoodie aan, blauwe spijkerbroek. Ja, dat moeten we niet missen. Koevoet. Man, 1,80 meter. Oké. Okay. Running terug. Imagination Court. Ja, dat is hier. 345. Nee, 335. 335, maar dat is aan de andere kant dus. Ja, gaan we daar wel even kijken. Kijken of iemand in die garages staat. Als ik iemand zie, blijf ik loop erachteraan. Ja, kijk maar of je eens kan aanspreken. Niks, hè?
veel mensen wat onder. Ja, maar geen verdachtes. Grijze hoodie, blauwe spijkerbroek, geen zicht. Zwarte biefakmuts. Ja, die moet niet te missen zijn, tenzij hij hem, afdoet. Ga ik eens door? Weer terug? Terug? Ja, doe hem maar eens terug. We rijden nu uit het gebied. Zullen we nog even te voetjes verder gaan? Dadelijk. Ja, prima. Ik krijg voor een eenheid erbij, maar volgens mij zijn we alleen. Maar als je hier even stopt, dadelijk onderaan de brug, dan ren ik even snel naar rechts. Wacht, daar loopt iemand. Stop het, ja. Stop eens, dat is mijn Henk. Ja. Hier, ja. Rechts. Goedendag meneer. Ja, ik heb hem, Meneer, staan blijven. Even staan blijven. Meneer, ja, even staan blijven. Even dat ding neerleggen. Waarom? Even dat ding neerleggen. Ik wil even met u praten, maar niet met dat ding in de handen. Leg even op de grond. Even laten vallen. Hey, niet dichterbij, want... Op de rug, Gaat rennen. Staan blijven. Ik heb pepperspray moet. Staan blijven, hij gaat weer rechtsop. Linksaf. Meld jij de C? Ja, ik heb er geen trein. Hij gaat weer terug, terug. Staan blijven, het woord geweld gebruikt. Nu stoppen! Hey, stoppen nu! Laat je klauwen zien. Ding neerleggen, neerleggen. Op je handen tegen de muur en handen tegen de, op je knieën. Handen tegen de muur. Geen gekke dingen doen, vriend. Klauwen omhoog houden. Heb jij hem? Ja? Dan zet je nu twee stappen naar rechts, weg van die koevoet. Stoppen. Handen tegen de muur doen. Ik ga naderen. Ja, we hadden eenmaal rennen, maar... Ik ga naderen. Geen rare dingen doen, hij had een vuurwapen op je gericht. Ja, ja. Pak de arm. 501, hij haalt bericht alsjeblieft. Ja, we hadden eenmaal rennen, maar we hebben nu eenmaal AT, dus graag vervoer ik hierheen. Ja, ga ik voor de regelen. Dank je wel. Is command voor Cuff anders geworden? User left your channel. Heb ik Cuff gedaan, dat doet niks. Doe ze Cuff met nummer erbij. Wat is de nummer? Oh ja, ik heb... Oké. Boeien vast. Hey, luister vriend, jij bent aangehouden. Ja, ja. Je bent niet te verplicht, je hebt recht op een raadsman. Wat is de reden dat jij sowieso met een bivakmuts en een koevoet lang of rondloopt en daarna er ook nog vandoor gaat? 0501, kom eens uit voor zee. Ja, ik zag gewoon kijken hoe het daar binnen was. Maar daar woon je niet. Nee. Dat weet jij niet. Misschien woonde ik daar wel, kwam gewoon thuis niet in, want was de sleutel kwijtgeraakt. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat bedoel ik, dat weet je niet hè. En dan gaan we dat even uitzoeken. Kom ik snel van achteren. Heb jij dingen bij die je erbij mag hebben? Buiten de koevoet? Nee. Oké, okay, ik trek sowieso je bivok met z'n alles af. 5-1-2-3. Zeg maar. Ja, we hebben eenmaal aantrekken. Leuk inbraak of... Mogelijk inbraak, oké. Okay. Snap postcode 335 in de steeg. Ja, dat snap ik. Ik ben 1,8 kilometer verwijderd. Okay. Goed. Luister, ik ga je even fouilleren. Nu, nogmaals, heb je dingen bij die je bij mag hebben? 21-1 zijn de spullen in beslag genomen, vraagteken. Jij hebt niks bij. Dus ik tref niks aan? Ja, we zijn nu even... Nee, helemaal niks. Alles wat ik op jou vind, dat is voor jou, hè? Ja, dat is goed. Als ik mij bezeer aan iets, heb je een groter probleem. Duidelijk? Ja, maar dat gebeurt niet, zeg toch. Oké. Okay. Fouilleert. Niks bij. Niks bij. Portemonnee, ID? Ook niet. Oké. Okay. Goed. Jij gaat even mee naar het bureau. Dan gaan we uitzoeken wie jij bent. En dan kunnen we ook heel makkelijk uitzoeken of je daar woont of niet. Maar negeren ambtelijk bevel en niet meewerken aan vorderingen, dat is sowieso wel twee dingen waarvoor je wil je hebben. En die koevoet kunnen we ook zien als verboden wapen. Ja, het is geen wapen, ik heb niet geslagen. Nee, maar jij kunt wel gebruiken als een wapen.
Als je een mes niet gebruikt als je met een pistool niet schiet, betekent het gewoon niet dat het geen wapen is. Ja, ja. Ja. Oké, ik heb hem gefouilleerd, collega, niks bij verder, ook geen ID. Hij zegt dat hij er woont. Of ja, hij zegt dat ik niet kan achterhalen of hij daar wel of niet woont. Ja. Maar dan komen we wel achter. Ja, we gaan nog even uit eenheidje naar die naar het huis sturen. Ik heb echt geen idee meer wat dat was. Maar dan komen we wel achter. Ja, voor mij op de hoek. Arrestatie eenheid is er. Of in ieder geval vervoersbus. Je gaat zo meteen een bus in, die breng ik naar het bureau, ja? Ja, ik vind het allemaal geweldig. Ik ook. Heel gezellig. Ja toch? Neem jij die koevoet gelijk mee of niet? Die ligt daar nog daarachter. Ja, ja. Samen met die bivouakmuts. Als je alles aan mij geeft, neem ik het wel mee. Ja, is goed. Kijk, grote tractor nog één. Oké, ga daar zitten. Dan gaat het deurtje dicht en haal weer op je bureau op. Of eruit. Ja. Als je die kan meenemen, dan ga ik even zitten. Ja, dat komt goed, top. Rijden wij anders even naar het huis? Of rijden wij mee met... Ja, ook. Dat is pechauto's. Nou ja, ik kan er niks doen in die bus en ik heb arrestantenbeveiligers op bureau Scheveningen staan, dus... Van mij hoeven jullie niet mee. Ja, okay. Nou, sowieso de arrestatie wel uitwerken dadelijk. Maar we rijden wel even naar die woning. Hey, wake up. Hey, wake up. Ik ben al wakker, maar goed. Oh ja. Ja, hier, ik zie het hoor. Waar? Hier zo. Zie je dat? Ah, ja. Ja, zie je? Ja, ja. Ja, duidelijk. Duidelijk. Hier is die een proberen naar binnen te komen. Ik weet niet, ting dong, is er iemand thuis? We hebben camerabeelden bij de garage, dus gaan we even opvragen en dan even een eenheid hier Sheldon of zo, weet ik het. User joined your channel. 0501 met een shit-trap over. Ja, arrestanten voor ze komen heeft verdachte meegenomen. Wij zien een positieve braakschade aan het hoekhuis. Wij gaan even, als kan nog even een eenheidje die kant op sturen om, om te kijken of er nog aangifte wordt gedaan. En braakschade en dergelijke. En dan gaan wij op een eenheid. Ja, oké, persoon gaat mee met het vervoertje. En u was een eenheid nodig, zei u, of versta ik dat verkeerd? Ja, maar dat is een fictieve eenheid. Oké, kijk aan. En u gaat verder op status 1 of? Positief. Ja, ga ik u terugslepen, dank u wel. Dank u wel. User was moved to your channel. Microphone activated. Lekker gewerkt, Pik. Ja, vuurwapen. Dan ga ik het gas op. Beter geveegd, hey. Vuurlijn, let op. Hey, gas! Jij klauwen zien.